Goedemiddag en welkom in Amsterdam. Wij zijn van Channel 6 en wij gaan Anna de Groot interviewen van de SP. Ik vroeg me af, wat zijn de plannen van de SP voor de verkiezingen? Nou, de SP, die, kijk, je weet het, de verkiezingen van Provinciale Staten, die gaan vooral over wonen, over landschap enzovoort. En de plannen van de SP zijn vooral om, zeg maar, het wonen, wat nu duurzaam moet, hè, er moet van alles gebeuren om woningen te verduurzamen, om dat niet te duur te maken. Waarom bent u politicus geworden? Oh, dat, ja, daar rol je dan zomaar in, hè. Op een gegeven moment wordt je interesse gewekt door een politieke partij. En dan vragen ze je van, goh, zou jij gemeenteraadslid willen worden? Want je doet het wel aardig. Nou, dan word je gemeenteraadslid en dat ben je dan een jaar of acht. En dan vragen ze ergens aan jou, goh, zou jij wethouder willen worden? Hey, ik ben wethouder geweest in Wormeland. Nou, dat doe je dan weer een aantal jaren. Was u als kind eigenlijk rebels? Nee, dat geloof ik niet zo, dat ik als kind heel erg rebels was. Nee, ik heb keurig netjes mijn school afgemaakt. Ik ben altijd, ik heb nou ja, zeg maar 40 jaar lang gewoon gewerkt in de reguliere baan. Dus, nou. Zou u dan voor nu een idee hebben, als u nu zou moeten kiezen, ik zou nu iets anders moeten doen, wat u dan zou willen gaan doen? Oei, dan vraag je me wat. Ja, ik denk dat ik wel zou willen werken, bijvoorbeeld voor een milieuorganisatie. Lijkt me wel heel leuk. Ik doe altijd de stemwijzer, maar is dat iets wat u zou adviseren aan jongeren? Nou, dat lijkt me helemaal niet zo'n gek idee, want die stemwijzer, die wordt ook ingevuld door politieke partijen. Die organisatie die stemwijzer verzorgt, die vraagt aan mensen die een verkiezingsprogramma geschreven hebben van wat staat erin. En hoe denken jullie daarover? Dus ja, best een goed idee. Waarom zouden wij op u moeten stemmen? We gaan voor gelijkwaardigheid, voor een betere samenleving. Dus ook meer gelijke beloning en dat soort dingen. Is er één onderwerp waarvan u zegt, dat vind ik echt belangrijk? Het belangrijkste onderwerp op dit moment vind ik, hoe zorgen we voor klimaatrechtvaardigheid? Ik wens u heel veel succes met de Provinciale Statenverkiezingen. En dankjewel voor het succes wensen.